Beste mensen, als voorzitter van de LOS, de Landertse Omroepstichting, waaronder Landert TV en Text TV vallen, de vroegere kabelkrant, wil ik graag een laatste woordje tot u allemaal richten. U allemaal. Daarmee bedoel ik onze vaste en trouwe kijkers, de kijkers naar Landert TV. Gedurende een kleine 30 jaar hebben Landert TV en Text TV het grote en het kleine nieuws uit Reek, Zeeland en Schaik, en niet te vergeten het oventje ook, bij u in de huiskamer gebracht. Als kijkers hebben we kunnen genieten van prachtige sfeerbeelden. Werd er verslag gedaan van grote en kleine evenementen. Konden we meeleven met momenten van geluk en van verdriet, en ook hebben we de raadsvergaderingen live kunnen volgen. Landert TV zat in de haarwortels van onze maatschappij, van onze samenleving, stond ook midden in de samenleving en deed daar verslag van. Dat was en is ook de taak van een lokale omroep. Als gevolg van de gemeentelijke herindeling houdt Landert TV als lokale omroep op te bestaan en gaat vervolgens op in het nieuwe DTV Maashorst voor Trinet-abonnees kanaal 501 en kanaal 41 bij Ziggo. Er komt op DTV Maashorst een vast programmaonderdeel met nieuws vanuit het Reekse, het Schaikse en het Zeelandse. Een aantal van onze mensen gaat dat verzorgen in een 2-wekelijks programma. Daarnaast hebben onze medewerkers aangegeven graag van betekenis te willen blijven voor diezelfde gemeenschappen. Ze gaan zich verenigen in Videoclub Maashorst en willen graag dienstverlenend zijn aan allerlei organisaties en instellingen die iets op video opgenomen willen hebben. En we denken dan bijvoorbeeld aan een schoolmusical, een bonte avond, de pronkzittingen, een jubileum, een opening, een open dag, noem maar op. Beste mensen, eind april hebben we bericht gehad van het commissariaat van de media dat vanaf dat moment DTV Maashorst officieel de nieuwe lokale omroep was en dat daarmee Landert TV haar status van lokale omroep definitief kwijt was en de zenders van ons op zeer korte termijn op zwart moeten. Deze week en ook zondag tot en met zondag 8 mei hebben we onze laatste uitzendingen. Namens al onze medewerkers, de medewerkers van Landert TV, van Text TV, de mensen van de technische commissie, van de beoordelingscommissie en van het PBO, zo'n 40 in getal, wil ik alle trouwe kijkers van harte bedanken voor hun belangstelling en hun trouw aan onze lokale omroep, aan ons Landert TV. Ik wens u allemaal het allerbeste. Het gaat u goed.